1981 is het jaar van de wederopstanding van wielrenner Freddy Maartens. Hij wint 5 ritten en de groene trui in de Ronde van Frankrijk. Op 30 augustus neemt hij de start van het wereldkampioenschap in Praag. Mark van Lombeek. 112 profs uit 18 landen, dames en heren, aan de start van dit wereldkampioenschap. Onder hen 12 Belgen, de totale afstand 281 kilometer. En wie krijgen we daar? Iemand uit de Franse ploeg. Dat is iemand die weggestuurd is door Bernard Hinault, wellicht de titelverdediger. U weet het, vorig jaar wereldkampioen in Sallanches. En het is Dominique Arnault, ja, de trouwe ploegmaat, in de aanval gestuurd door zijn kopman. We hebben een hergroepering gekregen. Er komt opnieuw beweging. Ja, opnieuw een Fransman. De Fransen zeer actief in dit stadium van de wedstrijd. Opnieuw een Fransman die gaat aanvallen. Dat lijkt Beucherie te zijn. Ja, Serge Beucherie, de Franse kampioen. En wie gaat er mee? Is dat de lange Baron Kelly? Ja, Gibi Baron Kelly er ook. Kijkt even. Er is nog iemand meegegaan. Een Spanjaard. Drie renners dus vooraan. En dat zijn de achtervolgers met oude getrouwe Herman van Springel vooraan. Ja, ze moeten gaan rijden achter die drie. En wie krijgen we hier? Dat is Johan van der Velde met Fons de Wolf. Fons de Wolf gaat naar de kop. Tempoversnelling van Fons de Wolf, ja. Van der Velde moet zich daar reppen om aan te pikken. En we krijgen een breuk in het peloton. U ziet daar een groepje dat zich afzondert. Onder impuls dus van Fons de Wolf. Ja, daar hebben we dat groepje, zo'n schattingen 30 man sterk. En oelala, veel Italiaanse truien. Die blauwe trui, de Azzurri zit er vooraan. Traditioneel in een wereldkampioenschap. Rieke Lyon zagen we er ook. Nilsson, Miller. 30 man voorop. En wie is er niet mee? Oh, de titelverdediger. Ja, Bernard Hinault is niet mee. Hij passeert hier nu bij de finish. Hij moet nu gaan achtervolgen. En dat de peloton is terrein aan het verliezen nu. Hier Hinault met, is dat Legarreta, de tweede dan. Maar Hinault hebben we daar straks al in actie gezien. Ja. En hier de geklopte, ja, dat kunnen we zo stilaan nu zeggen. Nog twee ronden, de kopgroep met Vladimiro Panizza vooraan. 30 man sterk dus, u kent ze intussen. Oh, maar Hinault is dichterbij gekomen. Kijk eens aan, Bernard Hinault met Legarreta in zijn spoor. Hij heeft nog geen enkele keer overgenomen, die Legarreta. Nog twee ronden te rijden en kijk eens het verschil. 16 seconden. 16 seconden achterstand slechts nog voor Bernard Hinault. Legarreta gelost en Hinault gaat die aanpikken. Die is blijkbaar opgewacht door een paar van zijn ploegmaat. Dat zien we hier goed, ja. Een paar ploegmaats hebben Hinault opgewacht en brengen hem mee in de kopgroep. Wat een inspanning. En wat een inspanning van deze man. Sven Aken Nielsen, de Zweed. Hij gaat in de aanval. Van der Velde, wat heeft hij nog in zijn kast? Nu zitten we daar nog. Panizza Moser hebben we ook gezien. Panizza, ja, Maartens hebben we gehad ook. De Wolf, Vicentini zag ik er ook nog. En hier dus Sven Aken Nielsen alleen in de aanval. We zitten in de laatste ronde en Sven Aken Nielsen heeft aangevallen. Maar daar komt het peloton, ja. We gaan een hergroepering krijgen van het eerste deel van dat peloton natuurlijk. We gaan een hergroepering krijgen. Kijk, een sprint naar boven. Saroni erg sterk. Panizza. Nog een aanval, van wie is dat? Dat moet Robert Miller zijn, ja. In die klim probeert Robert Miller, de Schotse klimmer, nog weg te komen. Onmiddellijke reactie en Miller die is gegrepen. Ja, we gaan een sprint krijgen daar. Een sprint met de Italianen vooraan. Dat is Baron Kelly. Baron Kelly, waar zit Saroni aan zijn wiel? Baron Kelly met Saroni en wie gaat nu? Het is nog ver. Maarten zit er ook. Duclo Lassalle, de Fransman. Wie haalt het? Saroni gaat het halen. Saroni met duidelijk verschil daar. Nee, daar komt Maarten nog. Maarten na Saroni. Gaat hij er voorbij geraken? Maarten na Saroni en Maarten is wereldkampioen. Ongelooflijk ook. Hinault kwam daar nog sterk terug, maar Maarten is wereldkampioen. Wie 2 en 3 zijn, durf ik u niet te zeggen. Het zijn Hinault en Saroni. Misschien gaan we dat opnieuw bekijken, maar het belangrijkste is natuurlijk dat Freddy Maartens wereldkampioen geworden is. Ongelooflijk. 5 ritten en de groene trui in de Tour. Dan weer niks. En nu staat hij er weer hier in Praag.
We kijken naar die sprint. Saroni misschien wel van te ver aan de leiding gekomen. Duclos Lassalle aan het wiel en Freddy Maartens. Maartens daar nog helemaal aan het wiel. Ik dacht Saroni die houdt stand. Met die grote versnelling van hem komt er niemand meer over. Bernard Hinault zien we daar nu links komen en dan is het uitkijken dat Maartens niet wordt ingesloten. Bekijk dat goed, komt op het goede moment. Kijk, voor Hinault uit komt nu naast Saroni dan een paar van die machtige lenderukken van hem die we eigenlijk al vergeten waren. Maar daar is hij dan weer, Freddy Maartens, de verloren zoon is terug. Freddy Maartens, 5 jaar na Ostuni, voor de tweede keer wereldkampioen in zijn carrière. En Saroni wordt nog tweede, ja, Hinault derde. Daar staat hij, Freddy Maartens, wereldkampioen 81. Na zijn overwinning wordt Freddy Maartens en zijn ploegleider Lombe Driessens in Zaventem opgewacht door Alain Konings en Mark van Lombeek. Ik heb mijn keuze gemaakt in de mensen en zeker en vast in de journalisten ook. Excuseer dat ik het zo moet zeggen. Ze staan er nu weer allemaal? Wel ja, voor dat ik gezien heb is er nog geen enkele bij waar ik iets tegen heb. Maar er zijn bepaalde journalisten die mij enorm zeer gedaan hebben. Dus niet alleen spreek ik niet ten opzichte van op het vlak van mijn beroep, maar wel op het vlak van mijn privéleven. Dat ze mij daar enorm, laten we zeggen, door de modder getrokken hebben. En heb ik natuurlijk heel, heel spijtig gevonden. Maar ja, kom, het leven gaat verder en we zullen zien. Ben je nu weer helemaal waar je wil zijn? Ja, luister, waar ik wil zijn. Er moet nog iets aan veranderd worden, er moet nog iets verbeterd aan worden, want het is erop gekomen, denk ik. Maar ik zal mijn best verder blijven doen en ik zal er zeker blijven voor leven. Van hoe ver komt hij terug, Lombe Driessens? Ja, het is moeilijk te zeggen, je weet het allemaal. Hij komt terug van waar? Vanuit een dieperikje. Vanuit het graf komt hij terug. Hij had u nogthans verlaten? Ja, natuurlijk. Dat is niet zijn fout, dat is de fout van andere mensen. Daar moeten wij vandaag niet mee over klappen. Het is een grote dag voor hem en wij hebben liever daar niet mee over te klappen. Maar we hebben het hard gehad een jaar, dat zegt de jongen zelf. Hij heeft in diep prik gezeten. Er zijn veel mensen die hem in de wielen inhouden hebben. En ja, ik heb er hem uitgetrokken. We hebben er veel werk om gehad, maar nu is die jongen, hij zegt het zelf, veel maar hij moet nog verbeteren. Hij moet er nu blijven waar hij nu is en nog een beetje verbeteren. En dat wordt gedaan van de winter. De meeste mensen vragen zich af hoe dat mogelijk is, of dat allemaal natuurlijk kan. Alles is moeilijk, mogelijk. De kampioen dat hij geweest is in de periode van Merckx, kampioen dat hij geweest, zeg ik er nog een keer, die moet weer komen als hij alles gedaan heeft. Hij heeft ons zoveel slecht gedaan, dat de mensen allemaal gezegd hebben, dat de journalisten geschreven hebben. Dan kan hij niet weer komen. Maar hij is nu te rap voor mij alweer gekomen. Dus daar zijn de bewijzen dat hij niet veel verkeerd gedaan heeft. Verkeerd, misschien een beetje een pitje gedronken of zo. Wie doet dat niet? Pitje meer dan. Eentje meer, ja. Wie doet dat niet? Dat doen al de mensen, dat is normaal. Maar ik zeg nog een keer, hij kan niet weer komen als hij zoveel misdaan had dat ze geschreven en gezegd hebben. Freddy, ik heb daarnet vernomen dat jij de week voor het wereldkampioenschap enorm hard zou getraind hebben. Terwijl iedereen zich een beetje afvroeg, waar zit Maartens in de criteriums in Frankrijk het wereldkampioenschap aan het voorbereiden? Dat kan niet. Vertel eens wat jij gedaan hebt. Ja, luister, ik heb dus de laatste 14 dagen voor het wereldkampioenschap om de veranderende dag 300 kilometer getraind. Reed ik een koers, dan trainde ik bij de kilometer dat ik tekort had. En daartussenin was dat elke dag ertussen 100 kilometer. Dus bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld voor Overijssel, die natuurlijk een lastige koers is. Had ik 's morgens al een kleine 100 kilometer in de been. En dan nog die lastige koers in Overijssel. Ja, ik denk toch wel dat dat telt. In de periode dat jij al die tegenslag gehad hebt, we gaan het niet allemaal opnieuw opnoemen, toen ben jij ook blijven trainen. Maar toen kwamen er geen uitslagen. En dan vraag ik me af, hoe blijf je dat dan volhouden, dat trainen? Well, ja, ik krijg af met de fiets. Dat is het voornaamste. Dat is voor mij iets dat ik nodig heb. Als ik niet met de fiets erin heb per dag, dan voel ik mij niet goed. En dat is misschien wel mijn geluk geweest ook, om altijd toch te blijven trainen en te doen. Niet in de stand dat ik geen moraal had en dat ik geen begeleiding had. Dat ik geen ploeg bij mij had, laat ons zo zeggen. Maar kom, het heeft toch nu zijn vruchten opgebracht. Niet tegen het aan dat iedereen verwijt van ja, zoals na de Ronde van Frankrijk, ik ben nog akkoord. Of na die ritten dat ik kon, ja, het is allemaal formidabel, maar we zullen zien wat dat de controle uitbrengt.
Maar als men daar allemaal op terug neerkomt, ik ben niet meer of iemand anders. Ik weet het, dat men een wedstrijd niet kan rijden gewoon zoals iemand die naar zijn werk gaat. Daar ben ik 100% mee akkoord. Maar zoals de controle nu verstrengd is, is het voor ons ook al veel minder geworden. En men moet altijd oppassen, dus men heeft een ideale doktersbegeleiding nodig. En voor de rest trek ik mij niks aan.